De Sabrina van jaren geleden zou echt regelmatig naar de Primark gaan. Alleen tegenwoordig kom ik er niet meer zo vaak. Voorheen was ik ook wel echt een shopaholic. Want alles wat ik zag, wilde ik ook daadwerkelijk kopen. Nu heb ik dat iets minder en hou ik me best wel in. Maar ik moet zeggen dat de Primark me wel heeft weten te verbazen. Want de collectie wordt met de keer steeds leuker. En ik was toevallig van de week in de stad, want ik ging uit eten. En ik dacht, laat ik voordat ik naar het restaurant ga, even naar de Primark gaan. En uiteindelijk heb ik al een aantal dingetjes gekocht. Maar voordat ik mijn nieuwe aankopen ga delen, neem ik je eerst mee tijdens mijn shopsessie. Ik was rond een uur of zes in de stad en het was niet normaal druk bij de Primark. Het was ook niet anders te verwachten. Maar ik begon beneden bij de beauty afdeling en toen ging ik eventjes kijken wat voor leuk ze hadden. Ik had hier niet echt iets gevonden wat ik echt wilde hebben. Maar ik vind het wel altijd leuk om te kijken wat voor leuke goodies ze in het assortiment hebben. Ik was helemaal obsessief geworden met deze opbergbakjes. Dit is dat ik er genoeg van heb en ook deze lampjes. Ik zat even flink te twijfelen of ik het wilde hebben of niet. Vervolgens pakte ik de lift en ging ik naar de bovenste verdieping. Want ik was heel erg benieuwd naar de kerstafdeling. Oh, hier word ik toch zo blij van. Een paar weken geleden was ik ook eventjes bij de Primark en toen hadden ze al een aantal kerstartikelen. Maar nu was het assortiment aangevuld. En ik ging gewoon een beetje rondneuzen. De kussens. Ik zat ook even te twijfelen of ik dit kussen wilde halen. Maar toen zag ik het prijskaartje. Volgens mij was die 17 euro. Toen dacht ik, weet je, ik laat deze gewoon liggen. Maar de plates, alle accessoires. Dit heb ik wel gekocht. Dit zijn placemats. En ik vond de kleur wel heel erg interessant. Lekker kerstelijk. En ik zag ook deze takken. Ook een hele grote twijfel of ik het wel of niet mee wilde nemen. Want ik vond het ook wel een leuk idee om het in een vaas te doen. Ook een leuk alternatief als je geen kerstboom in huis wilt hebben. Dus dan kan je ook van die kleine kersttakken doen. Ik wilde paastakken zeggen. Hoor mij nou. Heel veel leuke dekbed overtrekken. Het is dat ik geen keuze kon maken. Anders had ik wellicht wel een dekbed overtrekset gehaald. Maar het was zo zacht allemaal. En ze hadden ook heel veel leuke kruiken. Hier ja, Disney thema van Stitch en ook Yoda. Ja, ik moest alles gewoon aanraken. Altijd als ik een kleed zie, moet ik het gewoon aanraken. Het is niet per se heel hygiënisch. Maar ja, het schreeuwt gewoon naar me. Maar het is zo zacht en comfortabel. Ik was volgens mij een beetje te lang op de home afdeling. Want alles wat ik daar zag, vond ik heel erg leuk. Ik heb wel echt gemerkt dat je de tijd moet nemen. Want je kan zo dingen over het hoofd zien. Dat had ik bijna met deze kistjes. Ik zat hier ook een beetje mee te twijfelen. Maar ik dacht, ja, waarvoor ga ik het gebruiken? Toen heb ik het gewoon laten liggen. Vervolgens ging ik een verdieping naar beneden. Toen ging ik even rondkijken bij de pyjama's. Ze hadden super leuke pyjama sets en ze waren onwijs zacht. Zoals je ziet ging ik er gelijk naartoe. Maar ik twijfelde een heel klein beetje over de stof. En deze teddy pyjama ook heel zacht. Ik moest gewoon alles voelen. Merk je het? En dan kwam ik bij de knuffelafdeling. Ik wist niet eens dat dit een ding was bij de Primark. En toen ontdekte ik ook een hondenafdeling. Of nou ja, een klein segment van alle honden- en dierenartikelen. Is dit nieuw? Ik heb dit namelijk nog nooit bij de Primark gezien. En sinds dat we Milo hebben, ben ik echt verslaafd aan hondenspeelgoed kopen. Volgens mij heeft Milo meer spullen dan dat wij bij elkaar hebben. Ik heb me ook hier ingehouden, maar ik was wel eventjes aan het twijfelen. Kijk dit, hoe leuk. Ik merk dat ik heel erg twijfel tijdens het shoppen. Ook hier zag ik iets waar ik over twijfelde. Een hele leuke trui. Hij was onwijs zacht. Alleen ik wist het niet zo goed. Want het ging ook niet passen. Dus ik moest alles een beetje op gevoel gaan bepalen. Maar uiteindelijk heb ik hem toch laten hangen. Vervolgens ging ik weer een verdieping naar beneden. En toen zag ik al heel veel leuke truien. En ik ben helemaal into sweater dresses. Dus ik hoopte stiekem dat ik nog een leuke sweater dress zou vinden. Maar ik voelde hem niet zo. Ik weet niet wat het was. Het was niet waarvan ik dacht, ja, dit wil ik. Ik had al een tijdje geleden een andere sweater dress gehaald bij de Primark. En daar ben ik wel helemaal obsessed mee. En deze afdeling verbaast me ook. Hele leuke jumpsuits en jassen. Ja, ik werd helemaal blij van. Had ik het nodig? Nee, maar ik vond het wel leuk om te zien. Toen ging ik weer een verdieping naar beneden. En toen zag ik heel veel leuke cadeautjes. Sleutelhangers in
sterrenbeeldthema, ook nog boekjes in sterrenbeeldthema. Dus mocht je inspiratieloos zijn wat je iemand cadeau wilt geven, ga dan hier naartoe, want ze hebben zoveel leuke goodies waar je zelf niet aan zou denken. Nog meer hondenspeelgoed. Ik zag deze Stitch trektouw speeltje iets, maar ik had ook al deze Yoda in mijn mandje. Ik zat heel erg te twijfelen. Ik heb uiteindelijk voor de Yoda gekozen. Maar misschien dat ik terug ga om die van Stitch te halen. Want ik vind hem wel hartstikke schattig. En naast dit zag ik ook allemaal speeltjes in de Grinch thema. Hoe verzin je het? Hoe leuk is dit? Het ziet er echt heel fout uit, maar het is wel onwijs leuk. En de laatste afdeling waar ik was, was de jassenafdeling. En het verbaasde mij enorm hoeveel jassen hier hingen. En het was nog best wel kwalitatief. Dus misschien een tip voor als je nog een jas nodig hebt. En nu wordt het tijd om mijn aankopen te delen. We hebben hier sokken. En wanneer het koud is, vind ik het zo fijn om lekker warme sokken aan te hebben. Dit zijn twee paar thermosokken met een leuk wintersprintje. En dit was 5 euro. Dan heb ik een trui. En omdat ik eigenlijk best wel gehaast aan het shoppen was, had ik ook niet echt de tijd om uitgebreid te gaan passen. Dus ik heb dit op de gok maar uitgekozen. Ik had even voor de spiegel gekeken of dit wel mijn maat zou kunnen zijn. Het is een XS. Nu weet ik dat de maten van de Primark zijn veranderd. En hij ook best wel groot. Dus ik denk dat ik hem wel pas. Want normaal gesproken heb ik een M'tje, S, M als het gaat om topjes of boven kledij. En deze was 17 euro. Nu moet ik zeggen dat ik dat best wel aan de prijzige kant vind voor zo'n simpele trui. Maar aan de andere kant, als ik hem vaak gebruik. Ik heb ook echt zo'n regel met mezelf. Hoe leg ik dit uit? De cost per wear regel. Dus als iets 17 euro kost, moet ik het minimaal 17 keer dragen. Want dan kost het maar een euro per keer. Dus als het dan waard is, vind ik het helemaal prima. Ik vond het kleurtje leuk, dus ik hoop dat ik hem pas. Ik heb hem dus aangedaan. Hij kriebelt wel een klein beetje, maar de kleur vind ik wel heel erg leuk. Ik vind het ook wel leuk als je een soort van crop top creëert. Dan heb ik iets voor Milo. Ze hadden zoveel hondenartikelen en het liefst had ik alles willen halen. Maar mijn hondenkind heeft al genoeg speelgoed. Maar ik vond deze zo schattig. Het ironische is dat ik nooit Star Wars heb gezien. Maar ik vind Yoda zo'n grappig figuur. En ik vind Milo soms ook een beetje op Yoda lijken met zijn grote oren. Dus vandaar dat ik deze heb gekocht. En hier zit ook nog zo'n trektouw iets aan. Dus ik denk dat hij hem heel erg leuk gaat vinden. Althans, dat hoop ik. En deze was 6 euro. We moeten maar aan toegeven dat het najaar weer is begonnen. Ik vind het niet heel erg, maar ik was er mentaal nog niet helemaal op voorbereid. Dus ik dacht, ik koop even een nieuwe muts. Deze muts was 4 euro. Een beanie. Ik weet dus niet of ik beanies nou heel leuk vind of verschrikkelijk. Het houdt mijn hoofd in ieder geval wel warm. Maar of ik het heel erg mooi vind, weet ik niet zo goed. Het heeft wel iets schattigs, moet ik zeggen. Maar ik hou ook gewoon van dingen die lekker praktisch zijn. Dus ik heb deze beanie. En om in hetzelfde thema te blijven, heb ik ook nog een sjaal. Ik had al een zwarte en een beige sjaal. Echt een effe kleurtje. Maar ik vond het wel leuk om eventjes af te wisselen. Dus deze sjaal van 7 euro heb ik gehaald. En hij is onwijs zacht. Ik heb me best wel ingehouden wat betreft kerstartikelen. Het enige wat ik heb gekocht zijn deze placemats. Deze waren 5,50 en dan heb je 4 stuks. En het andere wat ik heb gekocht zijn deze servetten. En deze waren 1,50 voor 24 stuks. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat voor kerstitems ik in huis wil halen. Ik zag wel leuke dingen, maar het was niet dat ik dacht, ja, dit moet ik hebben. Dus ik heb het hierbij gelaten. Dan heb ik scrunchies. Ik heb zoveel verschillende soorten elastiekjes geprobeerd. Maar ik merk dat scrunchies toch mijn favoriet zijn. Want hier blijft mijn haar minder snel in vastzitten. En ik vind het nog eens leuker uitzien. En het is lekker zacht. Dus ik heb een set van 6. En dit kostte 3,50 euro. En dan hebben we mijn laatste aankoop. En dit is een home spray. Of nou ja, officieel is het een fabric spray. Je kan het ook gewoon als kamerspray gebruiken. En deze was 4,50 euro in de geur
Waarom kan ik het niet uitspreken? Iets met vanille. Madagascan. Ik ben mijn uitspraken soms. Ik struggle er gewoon soms mee. Dus als je kleding of bed of wat dan ook even wat muffig ruikt, dan kan je dit erop sprayen. Dus deze. Dat waren mijn nieuwste aankopen van mijn recente Primark bezoek. Het voelde weer een beetje als van ouds. Want vroeger, een aantal jaar geleden, maakte ik echt regelmatig shoplos. Dus ja, het voelde aan de ene kant toch wel een klein beetje vertrouwd.